Welkom bij Tim Junior 7.0. Vandaag een ander videootje, de Philips 22AH486 en de Philips 22RH453. Allebei een 8-inch woofer, allemaal eigenlijk wat je nu ziet is het de 8066/W4 woofer. Dit zijn de drie zelfde en dat is net weer een iets andere qua design. Ik heb wel het idee dat ze hetzelfde zijn. Ze heten ook allemaal hetzelfde, dus ik weet het niet. In ieder geval, die grote heb ik voor 20 euro op Marktplaats gekocht. Ik ben zo dom geweest om deze speakers niet te checken daar op locatie, ook niet te beluisteren. Dus ik heb ze gewoon meegenomen, het geld gegeven en yo, doei. En het was heel dom, want één speaker was eigenlijk helemaal naar de klote zowat. In één kast, dat was deze kast dus, zat deze woofer in. Nou, je ziet het al. Ik heb hem nu schoongemaakt, maar deze was helemaal verrot met, ja, met foam natuurlijk. Ik heb hem alvast schoongemaakt, want de randen die komen morgen binnen. Dan gaan we hem even refoamen. Maar dit is geen... Ja, ziet dit wel hetzelfde uit. Alleen wat het rare dus is... Is dat dit een hele andere woofer is. Dit is de AD80652/W4. Dit is een hele andere woofer. Dus ik heb deze woofer heb ik ergens nog opgepikt, tweedehands. Want dit is wel namelijk een 8066. En ja, dan zijn ze tenminste hetzelfde en het ziet er gewoon vet uit eigenlijk. Dit soort woofer vind ik super vet eruit zien. De midrange, die was ook kapot. Die heb ik zelf gefixt binnen 1,5 uur. Niet dat het een wedstrijdje was. Maar dat was echt een gekloot. Het draadje naar de spoel toe, dus echt het dunste draadje van de spoel zelf was gewoon gebroken. Aan twee kanten. Ik heb het weten te fixen. Hij klinkt niet helemaal origineel meer. Ik heb hem natuurlijk gelijmd en ik heb geen goede lijm daarvoor. Ja, hij klinkt een beetje raar. Maar hij doet het wel. Dus we hebben in ieder geval mid. En het hoog, ja, die hoogdrijver is niet helemaal 100%. Hij werkt wel gewoon. Maar hij klinkt niet helemaal helder. Maar ze klinken best goed. Wat je net hoorde was, boef, dat moet je niet over deze speakers draaien. I know. Er staat ook een equalizertje overheen. Een low shelfje. Oftewel een beetje laag boost erin. Vanaf 75 hertz. Tot nog even wat laag even naar voren te brengen. Maar ze klinken best goed. Laten we dan even gewoon een ander nummertje pakken. Ze staan trouwens natuurlijk uiteraard op de Technics SU8044. Volgens mij zijn het wel 4 ohm speakers of 6 ohm speakers. Ik weet het even niet uit mijn hoofd. Waarschijnlijk 4 ohm. Ik mag dat eigenlijk niet op main en remote zetten. Ik heb het toch stiekem gedaan. Sorry verzerker als je te warm bent. Nee, niet eens. Dus yeah, let's go! Dat was echt knijtertjes uit, dat had ik niet verwacht. Laten we even, hoe kunnen we de excursie laten zien? You sound like... Realized I forgot to call you. Is that autograph for your daughter? I wrote it on a starter cap. Stand, son, listen, man, dad isn't mad, but how you gonna name yourself after a damn gun and have a man bun? Giant smoke, eyes open, undeniable, supplying smoke, got the fire stoke. See, you got me in a scope, but you grazed me. I say one call the Interscope and you're crazy. Your reply got the crowd yelling woo. So before you die, let's see who can out petty who with your corny lines. Swim your roll now, Kelly ooh, but I'm 45 and I'm still out. Zijn ze er warm van? Ze hadden nu maar 5 watt op de versterker, maar ik weet niet of ik dat moet geloven. Dat is natuurlijk wel op 8 ohm, maar dit draait dan op 4 ohm. Ik ben wel voor 2 keer zoveel, dat we boven de 15 watt.
op de piek. Nou goed, dames en heren. Oh, scherp. Ik vind mooie kasten. Ik vind die kleintjes toch beter klinken. Die kleintjes, ja, dat is twee weg. Maar die klinken iets meer open. En dat komt, ja, ik heb geen idee waarom. Wat nou precies het verschil is tussen de AH en de RH, weet ik ook niet. Ik ben wel blij met deze speakers, want de look van deze speakers... Ik heb natuurlijk ook gewoon de voorhoorntjes erbij, uiteraard. Ik vind ze gewoon heel mooi. Drie weg. De kleintjes klinken beter. Veel meer open in het hoog-mid. En ik weet eindelijk waarom... zo schuil klinken vanaf 2 kHz. Die woofers lopen heel ver door. Dat heb ik gelezen op een forum. Dus vreemd. Goed, dankjewel voor het kijken, dames en heren. Moet ik een paar fotootjes posten op Instagram van deze foam gebeuren? Laat het me even weten. Dan doe ik dat uiteraard. En dan check ik jullie later. Later.